Ja. Hey gast, wat de fuck is dit nou? Ja. Sorry man, ik wist toch niet dat hij zo hard stond. Jij bent hier degene die direct de oortjes in ze doet van een wildvreemde iPod. Dus, yo, what up gasten. Hij komt weer aan in zijn volle glorie. De Nationale Banjo Week. Vorig jaar keek er bijna 1 miljoen mensen mee. En het regende prijzen. Wat zijn de prijzen? Zo kan je bijvoorbeeld een K-pot winnen. Maar dat is natuurlijk niet alles. Je kan ook nog een keer een rol winnen in een banjo movie. En wie weet zie jij er wel binnenkort hier naast mij. Lekker te vloggen. Maar wat is de Nationale Banjo Week dan? Dat is heel simpel. Ik ga een shitload aan video's uploaden op Banjo Movies. Dagelijkse video op mijn tweede kanaal, Project Bardo. En ik ga nog een keer dagelijks een half uur voor de webcam zitten om jullie vragen live te beantwoorden. Hoe vet is dat? Nou, dat is fucking vet. Natuurlijk is hier ook weer terug de grote Nationale Banjo Week actie. Dit plaatje kan je gewoon downloaden hier beneden in de beschrijving. Je zet hem neer bij je buren en je doet mee met de competitie. Althans, als je het filmt zoals ik nu aan het doen ben. Anders maak je er gewoon een foto van. Die foto die stuur je naar mijn huis. Als je een video hebt gemaakt, maak je er een videoreactie van op deze video. En wie weet win jij wel een van deze vette prijzen. Alleen, hoe maak je nou een videoreactie? Als eerste doe je je computer natuurlijk aan. Dat kan even duren. Nou, kijk, toevallig keek ik net een video van mezelf. Want zeg nou zelf, ik ben toch hilarisch grappig. Nou, je scrolt even naar beneden, naar de pagina waar jij een reactie hoort te laten altijd. Daarnaast staat een videoreactie maken en daar klik je op. Nou, hier kan je kiezen uit je video die jij als videoreactie wil plaatsen. Je klikt op de geselecteerde video gebruiken en hij is een videoreactie. Zo simpel kan het zijn. Maar ik hoor je natuurlijk denken, wat kan je nou allemaal precies winnen? Gierige klootzak die je bent. Nou, je maakt kans op een van deze 50 Pokémon postkaarten. Of een van de vele zweepbandjes. Of wat dacht je van een van de vele shirts, deze K-pot en dit speelgoedgeweertje die allebei gebruikt zijn in een banjo movie. En je maakt kans op een van deze vette Justin Bieber fan. Natuurlijk maak je hier geen kans op, gek. We gaan hem in de fik steken. Duurt lang, kom op. Dit ding was 1 euro, dus ja. Oké, okay, nu brand. Ja, blijf brand. Nee. Ja. Nu... Oh shit. Ja, oké. Okay. Justin Bieber, je brandt. Oké, okay, hij is nu heel erg aan branden. Gezellig zo'n aankondigingsvideo voor een banjo week. Oké, kom. Ik durf te wedden dat ik hier heel veel gezeik mee krijg van Justin Bieber fangirls. Kom op, naar zo. Ja, daar gaat hij, baby. Ja, hij is in ieder geval goed verbrand. En dan kunnen we door met het volgende. En als klapper op de vuurpijl geven we ook nog een keer een rol weg in een banjo movie. Dan gaan wij samen chillen, bedenken we een vette video en dan sta jij hier naast mij. De winnaar van vorig jaar was Zoete Poep. Toen de tijd had hij 1000 abonnees, nu heeft hij er 20.000. Hij is nu officieel een grote YouTuber en dit had ik vorig jaar met hem gemaakt. Wie is hier de winnaar van de banjo week? Wie is hier de koning van de wereld? Wie is hier meester van alle appels? Daar gaan we nu achter komen. Ja, kom maar boven. Je hebt goed hier mee gedaan. Hey. Hey, dit is zoute pis. Ja? Nee, dit is zoete poep. Wasabi. Oh, fucking hell. Volgens mij is hij wel goed zo. De noedels. Mijn bek staat echt in de fik. Mij ook. Nee, ik ben gewonnen. Yes. Oh. Maar waarom had hij dan gewonnen? Nou, hij had de volgende video ingestuurd. Hey, de zoete poep. En vandaag ben ik Flyer Man. Top dat. Natuurlijk kun je ook wat anders doen dan dit ding overal opplakken. Wees gewoon apart. Hoe unieker en hoe creatiever, hoe beter. Voorbeeld van wat je kan doen is bijvoorbeeld met je hele klas de verse 50 song nazingen. Of met je hele klas een banjo movie namaken. Of gewoon lekker in je eentje fanart maken. Als je het allemaal niet kan, geen probleem. Je kan er ook voor kiezen om gewoon iets heel aparts te doen voor de banjo week. Gozer, kijk eens wat ik heb gemaakt. Wow, vet. Kijk, hier een Pokémon postkaart voor jou. Super vet, dank je. Kijk, zo simpel is het dus. Daarnaast kun je nog een keer de Persen 50 song of de Nationale Banjo Week tune gratis downloaden. Linkje in de beschrijving. Wat er precies online komt, kan ik helaas nog niet zeggen. Maar geloof me, het wordt fucking vet. We zijn heel druk bezig met bijvoorbeeld een nieuwe Persen 50, een nieuwe webserie. En alsof het niet genoeg is, wat de neuk 5.
Dus stay tuned, kijk de hele week. En de week is van 18 tot en met 25 oktober. Ik ga zoveel mogelijk inzendingen proberen te bespreken op mijn tweede kanaal. Als jij wil weten wanneer ik live op YouStream ben elke dag, volg me dan op Twitter. Daar zet ik een bericht neer. Als jij me ook wil volgen op Huis of Facebook, ook een linkje in de beschrijving. Overal staat een linkje voor in de beschrijving, net als voor de gratis liedjes. Dat was eigenlijk alles wat ik te melden had. Ik hoop dat je mee gaat doen en dat je veel gaat kijken deze week. Gasten, ik check jullie later, maar eerst ga ik even rukken.